Maar ik verras haar wel in positieve zin, even. Absoluut, okay. Ja. Hebben we dat? Ik verras haar in positieve zin. Welkom bij Simmer in Friesland. Deze weekend doeken wij dus in de recreatie in deze provincie. En wij vragen u zo, hoe is dat eigenlijk regelen van mensen die het net, liek als ik, gewoon oeral gaan en steen kennen. De mensen bij een beheining dus. Nou, daar doeken we in. We zitten nu op de Nautilus, een prachtig onpast kip van mensen met een beperking. We zullen ook nog de hienste rijden. We komen op de fiets te zitten met visueel gehandicapten. En we zullen nog op een zitten bij een groepsaccommodatie. Wij horen worden een tikkie speciale aflevering van Simmer in Friesland. Vakantiebestemmings van mensen met een beheining. Van harte welkom. Fietsen is ook populair in Friesland. Een mooie vakantiebestemming zelfs. Een mooie vakantieactiviteit. Maar ja, als je nou visueel gehandicapt binnen, dan wordt het dan weer een grote probleem. Nou, dat hoeft dus net, want we zitten hier met z'n vieren op een fiets. Daar zit Nico. Nico is visueel gehandicapt. Dit is Ali Maaike en dat is Stuartje. Dat zijn iets voorfietsers. Je hebt het stuur in hand. Dat is vreselijk omdat u het hand in Jan vind ik dan weer. Nico. Ja. Maar ja, dan mast wel, want dan zus dus niks. Nee. Zus echt helemaal niks? Nee. Ja, ik zie de zinnen nog wat. En ik viel echt met name dat de zinnen nou van rust komt, omdat je oren, zintuigen die ontwikkelen dat. Je viel dat de warmte nou van rust komt. Oké. Okay. Wist u al die hele leven blind? Nee. Ik ben echt net blind. Ik ben visueel beperkt. Oké. Okay. En ik ben nu 21 jaar waande erg minder. Toen ging de lichtcellen die ging daar. Ja. En sindsdien nou had ik mijn aandacht met verlezen op een orensport en dat stende me. Kist mij eens niet lezen, dan ben je dus 18 jaar in staat gewoon. Maar ik het zag zeggen, je hebt letterlijk het licht een beetje. Ja, het licht, je doet. En hoe is dat? Hoe heb je dat beleefd? Hoe ben je ermee omgegaan? Nou, dat is in het begin heel moeilijk, want je bent ambitieus. Als je een sportman bent, dan lees je de lat telkens heger. En je ziet telkens je grenzen op. En al die grenzen, die komen telkens dichterbij. En ik vergelijk het wel eens van, als je over een stuk touw springen. En dat touw maakt telkens naar beneden, want je ambitie maakt ook naar beneden. En als je op het hoogste niveau, en in de voetbalsport, echt, als je in een team zit. En als je dan net mee maakt, dat is even een bitter veel. Nou is Nico ook wel een man die het wel een sterk karakter heeft met mij. Ja. Heb ik dat goed inschatten? Want Nico's motto is, leven is het meervoud van lef. Nog één keer. Leven is het meervoud van lef. Leven is het meervoud van lef. Want als je lef toont in je leven, en met flair, en dat je steeds van ik ga op pad en ik zul wel waar ik uitkom, ja. Maar altijd het omgaan van net beliers jou, maar altijd de situatie omgaan. Ja, ik zit dus even rustig om je heen te zien, Nico. Ja. Ik kan je vertellen, we zijn in de Hommets. Nee, dat ben we net. Oh. Nee, we zijn net in de Hommets, want bij de Hommets daar gaan ze al van die drempels in de dik. Als jaarlijks de Elfstedentocht riet, dan ga je daar tove drempels. En daar erger ik me ideeën aan. En ik ga je nog net een drempel viel. Dit examen is werkelijk vlekkeloos. Dat dacht ik ook. Ja. Ik doe het bewust, want ik denk, meestal dan mag vertrouwen op oren mensen voor een protte. Als ze die zeggen van dit is dat en dit is zo en dit zit er zo uit. Ja. Maar dan heeft dus ik een enorm sterk ontwikkeld vermogen om met de orensintuigen dingen weer te nemen. Ja, mijn geheugen is heel scherp. Krijg reden we op asfalt en dan gingen we een stukje naar rugs en dan reden we gewoon een steen. En dat viel je door de fiets. Viel je van er is oren ondergrond. Charles Broman, een sloep voor mensen met een beperking. Hoe kom je op het idee? Ik heb een zoon verloren een paar jaar geleden. En dan ga je anders, sta je anders in de wereld. Je gaat de dingen anders zien. En ik kwam op beurzen, zag ik al regelmatig mensen in een rolstoel. En toen was mijn vraag van hoe komen die mensen aan boord? Nou, dan ga je iets bedenken. En ik was al dealer van westeringsloepen en zo is dat eigenlijk ontstaan. Ja. Dus, maar je zegt even heel snel, ik heb een zoon verloren. Ja. En toen kwam het idee dat je een zoon verliest is verschrikkelijk. Ja, dat, je, dat begrijp ik, maar, hoe, maar wat is dan de relatie met een... Voor hetzelfde geld had hij dus ook in een rolstoel beland. Dat is de gedachte die je erbij kreeg. Dat is dus de gedachte die ik daarbij kreeg. Want als je dus in een rolstoel belandt, dan is het eerste wat afvalt, is dus de watersport.
En als je dus altijd lekker hebt gezeild of met de boot hebt gevaren, op wat voor manier dan ook, dan is het toch wel prettig als je dat door kan voeren als je dus ook minder of invalide bent. De provincie Friesland die was heel erg achter dit idee. Dus we hebben van hun een flinke subsidie gekregen. En dat gaf mij, dat is eigenlijk mijn drijf geweest om te zeggen van nou jongens, ik zit op de goede weg. En ik moet dit gewoon, hoe lang het ook duurt en hoeveel energie dat dan ook kost. Hoe lang heeft het geduurd voordat het plan was gerealiseerd? Nou, al met al 2 jaar. Zo. Ja. Hoe vaak ben je dan met zo'n boot op stap? Want je moet ook zorgen dat er iemand achter dat stuurwiel staat, dat er begeleiding is. Doe je dat allemaal zelf? Het is niet de bedoeling dat ik mee ga. Mochten ze dat nou per se willen, dan kan dat. Maar in principe moet de gehandicapte met een begeleider moet zich met die sloep kunnen redden, zodat ze samen op vakantie kunnen. Ja. En dan gaan ze gewoon een week weg, of 2 weken weg? Nou, het is meer voor dagtoerisme. Dus 's morgens lekker weg en dan eind van de middag weer terug. Als jij die los wil maken, dat wil ik. Dan doe ik die. Doe jij die, ja? Oké. Okay. Dadelijk zullen we te varen in een bijzondere sloep. Maar we gaan nou eerst naar Sjoerdje de Visser. Zij is van het project Toerisme met Zorg. Ja, waar maak je maar lekker verzwaring? Lees me dat nou eens uit. Waar wij verzwaring maken is dat de mate van toegankelijkheid van vermaak- en verblijfaccommodaties, dus steeds maar toeristische verschijningen, dat die in kaart gebracht worden. En dat de mensen met een behinding dat vinden kennen. Is dat een probleem? Kennen mensen met een behinding geen recreatieve verschijnings vinden? Zij kennen die recreatieve verschijnings wel vinden, maar de informatie die zij nodig hebben voor haar behinding, die is nooit te vinden. En als die te vinden is, is er meest net betrouwbaar. Nou, dat zijn 2 dingen. Die het heel belangrijk binnen. Het is haast net te vinden. Nee. En had je dan eindelijk naar langs zieken, ik denk op het internet wat vinden, dan is het onbetrouwbaar? Dat blijkt uit onderzoek. Deze mensen, er is onderzoek naar die en daaruit blijkt dat die informatieverschijning onbetrouwbaar is. Die is meestal achter. En als iemand een behinding ergens wat zien komt, werd er dus net bijvoorbeeld een zandpaadje waar iemand een rolstoel net doorheen kan, dan is dat heel vervelend, maar voor iemand zonder behinding, daar stapt doorheen. Maar deze mensen die hadden echt een groot probleem. Ja, en hoe los je hem dat op? Hoe wil je hem dat oplossen? Wat wij dienen is nou met behulp van studenten van Stenden, hebben wij inventarisaties dienen naar bieden accommodaties, naar de mate van toegankelijkheid. Die informaties die hebben wij in een database gebracht en die database is koppeld aan een website. Het is voor u zo makkelijk, wij, Do en ik, om op vakantie te gaan, dat we maar heen willen. Want het slag het wel. Ja. Maar die mensen die dat al jaar wat minder hadden, die moeten natuurlijk ontruimd worden om dat te vinden. Ja. Maar het is heel ingewikkeld. Want als je het net weet, hoe doe je dat? Website zit ongetwijfeld erop. Maar hoe krijg je dat bekend? Ja, uiteraard. Nou ja, een website dat is wel het meest eenvoudige medium voor zelf. Omdat daar echt de informatie elke minuut weer verroor je kist. Die kist dus altijd betrouwbaar horen. Maar je bedoelt iemand die mensen berikken. Ze moeten weten dat die website er is. Ja, nou dat is nou de nieuwe uitdaging die er leidt voor Friesland om te zorgen dat in dit najaar, voor het komende seizoen, dat de mensen die mij vakantie willen, eigenlijk alle mensen die mij vakantie willen, weten dat de toegankelijkheidsinformatie hier over de accommodaties in Friesland beschikbaar zijn. Juist. Nou, daar varen we dan. Hoe is dit, Finn? Fantastisch. Dit is mooi, hè? Ja. Oh, ik dacht, Frenkie, hoe lang zit je al in de rolstoel? 3 jaar. 3 jaar. En moest je vertellen waarom dat gebeurd is? Waarom zit je in de rolstoel? Vanwege een herseninfarct. Een herseninfarct. Dus eigenlijk is het van het ene op het andere moment. Ja. Slacht je leven even om? Het deed niet eens pijn. Niks van murken eigenlijk. Qua pinnen, hij heeft geen pinnen om. Ik was violist. Je was violist? Door heel het land. Vanwege een optreden in Arnhem. 3 dagen Arnhem, compleet niets van herinnerd. Dat is helemaal weg. Herinnering weg. Maar ondertussen staat je leven op de kop. Ja. Want je was een violist. Je speelde overal door het land, begrijp ik. Ja. En nu zit je in een rolstoel. Hoe ga je daarmee om? Het eerste jaar verschrikkelijk. Tweede jaar ook.
Maar een af en toe een link, af en toe een lichtpuntje. Wat is een lichtpuntje? Ja. Wat is een lichtpuntje bijvoorbeeld? De zon erbij en koffie. Bloemetjes en bijtjes. Vredig. Kleine dingen. Ja. Zijn lichtpuntjes. Ja. Carrière doet er niet meer toe. Nee. Nog jong. Wel een beroep kiezen. Nog een beroep kiezen. Wat wil je kiezen? Wat wil je? Viooltjesverhuur. Viooltjesverhuur. Oké. Okay. Ik geef les. Mooie tweede beroep. Ja. Ja. Absoluut. Kun je nog naar vioolmuziek luisteren? Mooie vioolmuziek? Ja. Eigenlijk vrediger dan voorheen. Ja. Ja. Omdat je er niks meer mee hoeft natuurlijk. Ja. 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 En dit, wat vind je hiervan? Van zo'n aangepaste boot. Help, je dochter stuurt. Dit gaat verkeerd. Hou hem recht. Wat vind je van zo'n boot? Zo'n prachtig aangepaste boot. Prachtig. Is mooi, hè? Ja. Ja. Charles, kan die boot ook vanaf hier bestuurd worden? Ja, dat kan. Ja? En je hebt daar een afstandsbediening. Deze afstandsbediening, dit is hem. Wat moeten we doen, Charles? Als je op de linkerknop drukt, aan de linkerkant, dan gaan we naar links. Ga het even proberen. Bakboord, ik doe niks. Ja. En als je rechts stuurt... Oh, dan gaat hij al, ja. Ja, en dan moet je weer tegensturen. Ik kan je al vertellen dat dit ding niet heel snel reageert. Maar we hebben Charles als achtervang, dan neemt hij stuur. Ja? Oké, ga je gang. Ik ga eerst even bellen met mijn verzekering. Wacht even. Okay. Nou, perfect, hè? We zijn in de Hommets. Oké, okay. Nou, daar gaat de eerste drempel. Yes. Ik denk, nou wacht ik tot hij op zijn. Yes. We zijn in de Hommets. Ja. Nou Geert, nu ben je al een mooi schof kapaat. Ja. Maar dan word ik zien van, ik heb hier namelijk een bril bij me, een simulatiebril, dat doe in die situatie nou eens kan verplaatsen in mijn situatie, van als ik nog niks meer just. O jee. Wat er dan gebeurt, maar die gevoel en maar die eren en als je nou wat oriënteren kan, dus hier heb je de bril. Is ook niks meer zeker, hè? Nee, het wordt aardig donker, hè? Hemel, oh god. Dit is heel confronterend. Ja. Want alles wat we doen in de ziende wereld is al eerst checken, eerst zien en dan geloven. Heerlijk waar, hè? Dit is een drempeltje. Een heel mooi zachtjes nog een drempeltje weer dat. Dat vond ik wel mooi. Nou, Nico, tips jongen, tips. Want dit is, ik mag dus, hoe? Dan wil ik weten, want ik ben heel erg beperkt nou. Ik ben een beetje in verwarring. Hoe geniet ik nou? De basis is vertrouwen. Dan mag je eerst vertrouwen hebben op degene die vader reed. Ja. Probeer te lukken. Dan heb je de reuk. Het is je landelijk gebied. Heerlijk, landelijk gebied. Nou. Oh man, heerlijk. Heel een lekker windje. Ja, hier hebben we de bocht om, Nico. Even, want die gint het aqueduct in. Okay. Ja? Nee, we gaan gewoon. Ja. Dit is eng, Nico. Dit is de bochtjes. Dan krijg je de neiging om zin te sturen of zoiets. Nu kom je in de tunnel. Kom in de tunnel. Nou, dat jest al. Ja. Merk je? Ja. Tunnel. Tunnel. In dit soort gevallen krijg je ook tunnelvisie. Ja. Aan het einde zal er licht zijn, maar je hebt nu even tunnelvisie. Ik heb het idee dat ik weet het dus net, maar ik heb het idee dat we het flagrant verliezen van die Nico. Geef het dat goed? Ja. Oké. Okay. Hey. Hoe? Hoe wie het? Ja, dat is confronterend dit. Ja? Echt hier. Er moest vertrouwen op oren. En dat is mijn karakter net. Ik wil alles, ik alles in eigen hand houden. Dat zit zo sterk in mijn karakter. Dat ik mijn ogenblikkelijk al hinkelijk viel op het moment dat ik tussen bril op had.
Maar respect en bewondering voor deze meneer hier, Nico hier. Die dat werkelijk, vind ik, een prachtig mooi plakje had in zijn leven. Dat meen ik echt. Ja. En dat valt net daar. Ik zoom die gasten ombieren, maar ja, een blinde cameraman, nee, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Bieneke de Vriers is de beheerder van de manege van de Meenske Mai en Behaining. Maar hoe kom je nou op zo'n idee om zo'n manege te beginnen? We zorgen dat het de vraag eigenlijk hield in Grutte wordt, maar eigenlijk de mogelijkheid om binnen een normaal drok manegebedrijf, dat werkt het wel, dat wordt steeds moeilijker. Dat is gewoon te ingewikkeld, ik maak het soort mensen was het en de rest die we nodig hebben. En toen hebben we gezegd van ja, we doen het zelf. Dan doe je het zelf maar. Ja. Waarom nou een manege van Meenske Mai en Behaining? Nou, waar zit die drive? Ja, dat heb ik geen idee, ik weet het net. Ik vind het gewoon een groep mensen die heel kostbaar en heel waardevol is. En werd het eigenlijk naar mijn idee, ja, het is een groep die het van hunzelf slecht regelen kan. Ja, er zullen oren dwarmatten. En dan kiest altijd wel zeggen, ja, dat zullen oren dwarmatten. Ja. Maar ik kiest het gewoon zelf. Maar dat gebeurt het net, nee. En zelf door dus hebben we het zelf doen. Ja. Zo eenvoudig is dat. Want, Mike Vrij, wat hast toch? Ik heb een spierziekte. Ja? En het zitten, want je was wel zitten in een reg, joh, kist dat al hier... Nou ja, ik heb wel last van mijn evenwicht. Het gaat op zich wel goed. Ja, dus, je vervet is, zeg, horen die goed beet? Ja. Voor de steun? Dat is wel nodig, hoor. Hier is toch ooit dingen kind dat ze toch eens op een hinder zitten, zoals? Nee. Is dat een beetje spannend, denk ik, of net? Ja, bij jou. Eerst leven, hè? Ik voel nu ook wel een beetje verliezen. Ja, voelt je verliezen? Ja. Dus het had ook niet uren moeten duren, maar het was echt goed. Ja, nee, ja. Maar even een paar rondjes hebben, ja. Is dat toch leuk? Ja, en heeft er echt nooit op een hinder zitten? Nee, dit was mijn eerste keer. Ik zal hem lopen. Dit was heel lekker. Dit is hartstikke mooi. Jee, wat een goed idee! Hoe riest nou dat ze? Hoe riest nou dat ze? Nou, hoe is het mogelijk dat ze dan direct in de gaten hebben? Dat is toch ontzettend. Ja, maar Geert moet in de lift. Oh ja, ik moet in de lift. Ja. Mag ik in de lift? Ja. Wat je vet. Het vel tussen, hup. Ja, dat is fijn. Begin je die eraan? Ja. Doe ik eerst achter en dan voor. We eerst achterdoor en er gebeurt wat, dan valt het vooroer en dan kunnen we die gecontroleerd vallen litten. Okay. Want we die eerst voor vast maken en er gebeurt wat, dan kiest achterdoor en dan kunnen we niks. Is over nagedacht. Ja. Heel goed. Don't feast it, don't think. Dit is mooi, dit is fijn. Ja hoor. Dit is handig. Ja. Het is heel praktisch. Ik denk... Wat ben ik hulpeloos. Ja, precies. Ja. Dit jouw weer zo'n... Ja, maar dit ding, dat idee van hulpeloos verdij, jou dus van een oor, juist een stuk vrij iets. Ja, dat begrijp ik. Hè. Maar pak die hier maar weer beter, zetten we die er nou daadwerkelijk op. Oké. Okay. Oh, het paadje staat er al. Het paadje staat er al. Is mooi. Is mooi. Gewoon beter houden. Nou, gas. Gaat die even helemaal leeg. Nou, jongens. Zullen we ze een tikje sneller of niet? Want dit begint ook weer vervelend. Olivier, draf. Kom, vriend. Jippoe. Rucht op zitten, bluwe. Ja, altijd. Allee, Harry. De vrije vogel in Elslo. Ja. Daar hier nog nooit verjaard aan de dik. Wat is dat? Dat is een groepsaccommodatie voor mensen met een beperking. Dat is onze hoofddoelgroep. En die mensen met een beperking die komen hier op vakantie. Dus dat is puur recreatief verblijf. Wat voor beperkingen praten we dan over? Dat is heel verschillend. Dat zijn mensen met een lichamelijke beperking, dus mensen in rolstoelen. Het zijn mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie, dus een psychogeriatrische achtergrond. Jong, oud, kinderen, volwassenen, van alles en nog wat. Is het nou zorg of is het nou recreatie? Het is recreatie, met de grootste zorg. Met de grootste zorg? Ja. Ah, de hapjes. We komen precies op tijd, ga ik in de gaten. Nou, wil je even helpen? Ja, natuurlijk nou, wil ik mooi. Even helpen. Dat is hartstikke leuk. Dan gaan we het even hier neerzetten. Wat gaan we binnen? Vertel eerst even wat voor publiek we hebben. Dat is wel handig om te weten. We hebben hier te gasten deze week verpleeghuis Anne Schotanus uit Heerenveen. Aha. Die zijn hier op vakantie. En ze hebben een heel leuk programma vandaag gehad. We hebben eerst met hun gewandeld door het Drentse Wold, ja. Nationaal Park. En we hebben onze eigen pony even meegenomen op de wandeling. En nu zijn ze weer terug en nu hebben we een high tea. We hebben een high tea. Ja. Nou, wat een feest. Oh, 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 oh.
Mooi, hebben we nog meer? Nou, klaar. En dan blazen we op de fluit en dan blazen we op de fluit en dan kunnen de mensen maar even langs komen, denk ik. De high tea is er. Dat wil zeggen, al die lekkere hapjes heb ik even van je geregeld. Nou, wat maar er. Je bent op vakantie, hè dan? Oh boy, boy, boy. Nou, hier is nog iemand die lust toch wel wat. Nou, wat maar willen. Smakelijk. Alsjeblieft. Kijk eens, meneer Eekhof. Alsjeblieft. Oh, Geert, dit is een slaapkamer. Een slaapkamer? Ja. Uit je inslaapkamer. Dit is wat je moet slaapkamer. Ja, we hebben de 10 op de begane grond zo. Ja. Die zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En nou, je ziet wel, dat heeft behoorlijk wat andere soort bedden als normale Het is net het normale hotelbed, dat kunnen we zien. En we hebben een badkamer erbij. Nou, dit is ook ruim en geen drempels en beugels bij het toilet. Uiteraard. Nou, het is net even wat met wat extra. Kijk, we hebben een mooi voorraadhok met allemaal hulpmiddelen die mensen nodig hebben om hier goed op vakantie te kunnen zijn. Ja, want stel je bijzondere eisen onder accommodatie, dat het om je mensen zeg maar, hè? Nou, dat het ook veilig is voor de mensen en dat ze niet weg kunnen, maar dat we alle hulpmiddelen ook hier hebben, dat vinden we gewoon ook heel belangrijk. Dat is hier allemaal. Dat is hier allemaal en anders moesten we, gingen we wel eens ergens anders heen, dan moet je het eigenlijk altijd meenemen. En het is gewoon heel erg luxe, er wordt voor ons gekookt en het ontbijt wordt voor ons geregeld en ja, dat is echt uit, dan ben je echt op vakantie. Ja, het is ook niet altijd even makkelijk. Want de meesten hebben wel wat zorg nodig hier. Je kind niet achteroverleunen en denkt, wat redt zich dan? Nee, maar goed, daar heb je collega's van de zorg mee die ook de mensen daarbij helpen. Ja. Dus dan, Nou, dan heb ik toch het idee dat we staan gewoon een zwembadje in komen, zullen net. Dat klopt, zeker. Ik begin het te jern, ik begin het te roeken onder klank. Ach, Sjero, ja, dan toch. Daar hebben we het. Ja. Nou, koud is hier niet. Het is hier heel warm. Ja. Ja. Het water is altijd behoorlijk warm hier. 31,5 graad. Ja. En op verzoek kan het ook nog warmer. En een lift erbij, Sjerik. Klopt, ja. Kom je bekend voor, even mee. Zo. Nou, dan ga je weer. Nou, wat vond je ervan? Heerlijk. Dat is lekker, hè? Ik kan niet zeggen hoeveel ik ervan hou. Nou, heb je wel gezegd. Dat zegt eigenlijk alles. Ja. Zo, Nico, dat is populair. Maar jullie moeten weg. Want je bent achter op schema. Ja, nou, vier achter op schema. Officieel ernstig. Een oer achter op schema. Ja, behoorlijk. Kim ik achteruit? Ja. Let op Ismael, we doen al een trucje. Terug. Terug, Bert, kom bollen, terug. Hij is niet echt enthousiast over terug. Echt warm.